we zijn er weer. Kijk eens aan, waar zijn we nu weer uitgekomen, jong? Oh, we hebben een banksel ontdekt. In het bos. Daar loopt het schuin naar beneden toe. Kijk hoe dat eruit ziet. Best nogal groot. Kijk even hier. Naar die steile afgrond die helemaal naar beneden loopt. En dan kun je daar tegen de bomen aankijken. Nu weten we alleen niet of dat het beter is die kant heen te gaan. Of zoals mijn gevoel, want we hebben daar van die wand die naar beneden loopt, zijn we via die kant omhoog gegaan. Dus ik heb het idee als we hier lopen, dan gaan we juist verder van het systeem waar we moeten zijn. Dus waarschijnlijk gaan we die kant op. Ja, er loopt een pad. Daar had ik me al zo'n vermoeden van, want ik ben een poos geleden ben ik hier het bos uitgekomen. En toen ben ik hier rechts afgeslagen. Want dat kan ik zien aan deze dingetjes die hier staan. Dus, nu gaan we maar hierheen. Dan gaan we eens eventjes kijken of we er tegenin kunnen lopen. Die video zal nog wel niet op mijn kanaal staan. Ik heb een heleboel kunnen maken, zeg maar. Maar eigenlijk nog weinig tot niets kunnen plaatsen op het kanaal. Ja, dat was hier bij dit boompje. Omdat we nou thuis veel bezig zijn, zeg maar. En vandaag is de hele... Wacht even, zeg ik dat goed? De hele... Het begin van de middag. Ja, ochtend wil ik net niet zeggen, maar het begin van de middag. En de hele avond. En vanavond waarschijnlijk ook nog tot iets na 9 uur. Zijn we steeds planningen aan het maken voor een kleine vissenkom. Die hebben we eigenlijk al thuis staan. Die hebben we zo 1, 2, 3 ergens op de kop kunnen tikken. En toen zijn we naar allerlei dingetjes gegaan voor een pomp, voor luchtslangetjes en al dat soort dingen meer. En toen dacht ik bij mezelf van, laten we de helft maar terugzetten. Ik denk, dan ga ik naar een andere winkel toe. Waarom, weet ik eigenlijk ook niet. Heb ik dan daar de luchtslang gehaald? Wel een nieuwe. Thuis heb ik er allemaal luchtslangen, maar daar heb ik een keer diesel doorheen gedaan en al die dingen meer. Voor over te pompen en zo. Ik denk, dan die ga ik niet voor de vissenkom gebruiken. Dus ik denk, koop maar nieuw. Dus ik heb nu eigenlijk in de auto liggen een... Even kijken, zeg ik dat goed? Ja, een 2,5 meter lange slang. Een dunne dus. Binnenkort komt er ook nog een dikke bij, zeg maar. Maar een dunne slang voor lucht. En wow, dit is ook een mooie plek. En een meter die je aan de binnenkant van het aquarium kan plakken, zeg maar. Voor de temperatuur. En dan had ik nog veel meer andere spullen. Die ga ik waarschijnlijk morgen ophalen. Moet ik even kijken. Of ik dat wel of niet ga doen. Geen idee. We zullen wel zien.
Dus het is eigenlijk zo in één keer plotseling eigenlijk. We hadden eigenlijk andere plannen niet. We zouden eigenlijk ook hierheen gaan, maar het wordt een beetje laat tegen de avond eigenlijk. Dus we hebben ook nog hele stukken gelopen door allerlei parkjes en door steden en weet ik van wat we allemaal gedaan hebben. We hebben volgens mij zoiets van 6 of 8 winkels gepakt, ook nog. Waarom, geen idee, overal kleine boodschappen gedaan. Wat drinken, pakje iced tea, chips gehaald, allemaal van dat soort dingen. Wat is dit dan? Wow, het is heel donker hier binnen. Dan zit ik alleen even te kijken of het goed is. Ja, dit is waarschijnlijk het goede stuk. Ja, dit is het goede stuk. Wow, dit is wel vet. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. Dan heb je van deze dingen. En dan hoop ik dat ik hier bij die rand kom. Want ik ben toen ook een keer van beneden hierheen gegaan. En dan gaat het waarschijnlijk om. Ja, dit is dat stuk. Kijk even hoe mooi het is. Dit is een heel breed donker stuk. Wat helemaal naar achter loopt. Laatst heb ik dat ook allemaal verkend. En toen ben ik ook een keer waarschijnlijk ergens daar uitgekomen. En als je verder gaat, loopt daar waarschijnlijk een pad schuin omhoog. Dat is ook wel super gaaf eigenlijk. Wow, dit is eigenlijk de allersnelste weg. Ik ben laatst daar gegaan, maar dan heb je allemaal kronkels. Ik kan beter hier, want dan ga je eigenlijk 1 steile heuvel op. En dan ben je er eigenlijk al. Dan hoef je eigenlijk alleen maar van daar hierheen te lopen. Wow, grappig. Oh ja, en we hebben nog een hele grote natuurloop gemaakt. Daar hebben we frambozen kunnen eten uit de natuur. Behoorlijk wat, moet ik er wel bij zeggen. Dus dat is ook wel super gaaf. Wow. En we krijgen een melding, of we kregen al een melding, voor de, daar is die weer, 15.000 stappen. Heel erg gaaf. En dan gaan we even op het dingetje klikken, want ik heb het idee dat we redelijk in de buurt, ja, we komen redelijk in de buurt van de power. Kijk, hij wordt weer rood, dus we gaan weer de goede kant op. Heerlijk. Ja, we zijn nog niet klaar, want we hebben nu nog 1, 2, 3 en een half uur. Om dingen te doen. Nee, zeg ik dat? Ja. Nee, 3 uren zeg maar. En dan moeten we weer naar huis toe. En dan weet ik niet of we met video's gaan beginnen op het kanaal. Geen idee. Ik denk dat ik thuis gelijk verder ga werken. En dan moet ik maar even kijken dat we waarschijnlijk dit als aankondigingsvideo gebruiken. Dat ik nu vanaf het weekend weer behoorlijk veel video's op het kanaal ga zetten. Hier hebben ze ook een hol gemaakt. Kijk dan. Dat we even een kleine rustpauze nemen. Ja, ik kan eigenlijk ook niks op het kanaal zetten. Want ik heb eigenlijk niets tot weinig al uitgezocht. Ik heb wel heel veel video's kort bekeken. Ik denk dat zitten ook stukken in die niet goed zijn. Of niet op het kanaal mogen of wat dan ook. Dus ik zal er eens een keer een hele avond voor gaan zitten. Ik denk dat ik de... Ja, wat zou ik zeggen? Misschien donderdag... Nee, wacht even. De vrijdag... Middag. De vrijdag late namiddag... Had ik die eventjes helemaal pak om het kanaal een beetje bij te gaan werken. En dan komen we er gewoon vrijdagavond zo, als ik het red, rond 21 uur, zoals op het kanaal staat, weer nieuwe video's. En dan kan ik misschien ook wat langere inplannen. Weet ik niet zeker of ik dat ga redden. En anders doe ik maar van alle kleine video's die ik heb, de langste eruit zoeken. En dan zet ik daar maar een stuk of 4, 5 van op het kanaal. Dat jullie tenminste wat zien. Want dat is ook belangrijk. Kijk even hier. Zo, gaaf jongens. Supergroen na dat regenachtige weer. Heel erg mooi bosje hier. En de varens, die zijn echt 2 keer zo hoog geworden. Kijk maar. Dat is echt gewoon niet meer te doen. Kijk hoe die boom daarachter zich verschuilt. Wil ik bijna zeggen. Wow, echt super gaaf. Nou kijk, deze duurt ook niet lang meer. Echt gaaf. Wow. Het was eigenlijk heel koud geworden. Dat ik eigenlijk wou zeggen van, zullen we de verwarming aanzetten? Ik denk, waar is dat raar? Weet je, in de zomer de verwarming aanzetten? En nu is het eigenlijk weer in een aantal uren broeierig warm geworden. Even kijken, zullen we hierin gaan? Ja, we gaan hierin lopen. Dan gaan we even de korte weg doen. Kijk naar dit stuk, hoe dit eruit ziet. Heb je hier hoge bomen. En heel veel bescherming hier. Aan alle kanten. Het hele grote stuk eigenlijk. Het ziet er wel gaaf uit. En je ziet het na de regen. Is het super groen geworden. En je ziet het. Dat is vers. Dus hier is iemand het bos uit komen rennen. Waarschijnlijk een dier. Die waarschijnlijk. Ik zie hier geen sporen. Maar die hier getwijfeld heeft. Wat ga ik doen, weet je? En toen is hij waarschijnlijk hier erin gegaan.
Want ik zat eerst eventjes te kijken voor een filter voor in de vissenkom. En dan had ik eerst iets van, iets van rond de 10 liter of zo, wat die kan filteren, zeg maar. Ik denk, dat is te weinig. Ik denk, die andere, dat is veel te veel. Weet je, 800 liter, daar heb je hele grote pompen. Ik denk, dan ga ik die ene maar nemen, van 80 tot 100 liter. Dan zit ik wel een beetje over het filtrage heen, zeg maar. Maar dan kan ik het ding altijd zwakker zetten. En die heb ik eigenlijk teruggelegd. Waarom, weet ik niet. Die ga ik waarschijnlijk vanavond rond, of in ieder geval voor 21 uur moet ik die dan halen. En anders wordt het gewoon een dag later. Dus dan moet ik eventjes kijken wat ik ga doen. Wauw. Want ik wil eerst gaan voor een pomp aan de buitenkant. Dat zou bij deze kom ook heel goed kunnen. Maar ik zal eerst even kijken wat dat pompje gewoon binnen in dat ding doet. Want ik weet ook niet 1000% zeker of dat aquarium wat ik nu heb, die kleine dus, of die helemaal waterdicht is. Ik heb het water erin gedaan tot iets boven een maximumvulling, een halve centimeter. En dan hoop ik als ik zo straks thuis kom, dat het ding helemaal droog blijft. En dan kan ik zeggen van, ik ga meer spullen halen. Wauw. Het wordt echt steeds broeieriger in het bos, jongens. Te goed, het is bijna niet te doen meer, zo warm. Ik kan nog niet echt zeggen dat het afgekoeld is door de regen. Ja, het was heel erg afgekoeld. Eigenlijk gewoon koud had je het. Maar nu is het gewoon weer super warm. En het wordt nog warmer, hè? Ze hadden al iets over 30, 33 of 35 graden gepraat. En wauw, ik denk, dat kan haast niet. Maar het voelt er nou echt wel aan dat het wel zo gaat gebeuren. Maar kijk dit. Dit zijn echt hele lange enden. Kijk hoe ver dat bos inloopt. Even kijken, ik zal eens even iets aan de belichting doen. Oh, wacht. Ik kan even niet zien wat ik aan de belichting doe. Dan heb ik waarschijnlijk, ik hoop dat de video verder loopt, ja. Deze knop nodig, ja. Oh, wacht, hij stond al helemaal niet goed. Hij moet zo staan. Kijk, dan is het een stuk beter. Heel erg gaaf. Oeh, wacht even. Wat is hier gebeurd? Dit is helemaal dicht. Wauw, die regen heeft dat echt naar beneden gedrukt helemaal. Even te kijken of ik hier stormschade zie. Het valt hier eigenlijk nog wel mee. Daar sta ik eigenlijk van te kijken. Ja, je ziet wel dat wat varens plat gegaan zijn. Maar ik heb het idee dat die varens ook beschermd worden door al deze bomen en struiken die hier zitten. Dat het op zich wel meegevallen is. Kijk even hier naar deze jungle van varens. Het ziet er heel erg mooi uit. Ja, het is een bijna strak blauwe lucht, wil ik bijna zeggen. Maar ik kan nog niet echt zeggen dat het echt prettig is om in het bos te lopen. Wow. Het is namelijk opeens weer helemaal windstil geworden. Maar je ruikt het wel dat het geregend heeft. Op zich merk je wel dat het bos vochtiger is geworden. Dat is wel aangenaam. Eigenlijk helemaal niet. Het is vies plakkerig weer. Oh, dan zit ik alleen even te kijken wat dit heen loopt. Of dat padje is. Dat zou kunnen. Maar dan herken ik het niet meer terug. Dan is dit gewoon allemaal groen geworden. Wat je hier ziet. Ik ga gewoon even iets meer naar boven lopen. En doe me toch iets meer aan de conditie. En kijk even hier. Dit ziet er vet uit. Dit is misschien 250, misschien 300 meter. Tot helemaal de achteraan aan het zwarte. Met alleen maar varens. Of waarschijnlijk een stukje minder zoals ik nou zie. Ja, dat zal wel een stuk minder zijn. Oh. Het bos ziet er op zich heel mooi uit. En je ziet het, de zon, die staat nog behoorlijk hoog en is ook behoorlijk fel nog. Oh, wacht, kijk, hier is er wel eentje omgegaan.
En zo te zien is het ook redelijk vers zand wat daar ligt. En je hoort hier eigenlijk allemaal vliegen geluiden. Dus het kan zijn dat er misschien ergens een kadaver ligt. Oh, ze net stonden we ergens op een parkeerplaats. Ik denk even wat brood eten. Dat hadden we gedaan. Op een gegeven moment zag ik achter in mijn spiegel iets wegschieten. Ik denk, wat gebeurt daar nou, weet je? Toen zag ik nog iets wegschieten. Ik denk, hé, ik heb twee keer twee gozers weg zien schieten met camera's in de hand, met zo'n selfie-stick. En ik denk, ja, die zullen wel aan het vloggen zijn. En toen op een gegeven moment zag ik één gozertje zag ik tussen de maisvelden doorschieten. Dus die pakte blijkbaar een rand waar die dus in ging. En dat andere gozertje die deed dat ook. En toen later ging hij de weg over. Ik denk, ja, geen idee waar die gozer gebleven is. En toen kwam hij met een stepje. Ging niet verder. Dus ik had het idee dat hij een soort van parcours aan het aflopen is. Voor een of andere challenge of zo. Geen idee. Maar zo'n indruk kreeg ik wel. Dat waren twee gastjes met cameraatjes. En die deden alles supersnel. Wauw. En ze waren continu op het klokje aan het kijken. Dus dat was wel grappig. Maar waar ze opeens die stap vandaan halen, geen idee. Die werd gewoon letterlijk de bosjes uitgetrokken. Even kijken, zie ik dat nou goed? Ja, je hebt daar ook een afgrond, zie je dat? Kan het zijn dat dit dat pad is? Waar je zo straks dat hek of dat hekwerk tegenkomt midden op het pad. In ieder geval, het ziet er wel ongeveer hetzelfde uit. Wow. Even kijken. Hoor ik nou mensen praten? Dat zou goed kunnen. Die zitten hier beneden, denk ik. Dit is een stuk wat... Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Nee, jullie zien niks. Maar in ieder geval hier tussen zit een hele kom, zeg maar, met waarschijnlijk een soort zandafgraving of iets. Dus het kan zijn dat daar mensen zitten. Oké, je zit hier niet op een extreem hoog punt. Dat wil ik zeker erbij zeggen niet. Oké, het is redelijk verhoogd. Maar als ik hier kijk, dan zie ik... Ik weet niet of de camera dat kan pakken. Voor jullie dus... Even kijken. Daar dus, denk ik. Zeg ik dat goed? Ja, daar dus. Kun je waarschijnlijk al... Ik weet niet of deze camera dat pakt. De heuvel aan de andere kant zien. Nee, dat doet de camera helaas niks op. Maar neem van mij aan dat daar dus die heuvel loopt. En daar gebeurt wat hoog in de bomen. Oké, wacht even. Ik kan hem nog niet op de voorgrond. Oh, wacht even, de vliegtje weg. Daar gebeurde boven iets in de bomen. Precies op dat punt daarachter. Het is nu weg, maar... Oké, wel grappig. Wacht even. Dat staat net hier op beeld. Er kwam een andere vogel nog
doorheen vliegen. Die ging hierachter zitten. Daar zit ik heel even te kijken. Nee, voor de rest niks meer. Het begint... Oh, dat zijn vliegtuigstrepen, hoop ik. Zit ik alleen heel even te kijken. Ja, jullie zien dat op camera niet, maar ik zie dus echt heel duidelijk waar dus die vertakking is van die berg. Waar zie ik dat op camera? Dat zie ik helemaal niet op camera. Oh wacht, ik moet meer die kant heen kijken. Dat is dus daar. Het kan een heel klein beetje te zien zijn. Dat stuk daar. En dan zit ik heel even te kijken. Want als ik hier vlak sta, ik zet mijn camera vlak neer, dan loopt het eigenlijk hier naar beneden toe, bij die twee bomen. Waar is die? Daar. Loopt het schuin naar beneden. En hier loopt het pad ook zo naar beneden. Maar hier loopt het weer helemaal omhoog. En dan zeg maar bij die twee bomen, dus daar, dan gaat het opeens heel erg omhoog. En wat zijn dit voor geluiden nou weer? Wat hoor ik nou weer? Oh, dat zijn wespen die voor de camera vliegen. Nou, ik wil je wel zeggen, als deze boom nu weg geweest zou zijn, dus helemaal eruit, dan zou je hier echt een extreem mooi uitzicht hebben als je vanaf daar tot daar zou kunnen kijken. Dus zou dit hele stuk weg zijn, zeg maar. Dan heb je hier echt een heel mooi uitzicht zo te zien, want nee, hoger kun je hier niet komen. Dat is wel jammer eigenlijk. En ik weet ook niet of ik zou het kunnen proberen wat mijn camera pakt. Ik denk niet dat hij dat... Nee, daar gaat hij denk ik helemaal niks mee doen. Ah, wacht, je ziet het dus wel heel iets. Ik weet alleen niet wat hij nou gaat doen. Zal hij wel onscherp worden? Ja, en verder als dit doet hij denk ik niet. Of hij moet daar doorheen kunnen kijken. Daar gaat hij dus helaas niks mee doen. Er zit helaas te veel blad voor. Hé, hey, wat mij wel opvalt is... Wacht even, wat gaan wij doen? Het is heel rustig. Hé, hey, wacht even. Oeh, wacht even, die zandvlakte die loopt helemaal naar beneden. Nou weet ik van heel heel vroeger dat waarschijnlijk daar een pad naar beneden is. Er zijn hier meerdere paden, maar kijk dit eens. Ik denk dat we hier misschien... Zal ik... Nou, nee. Ik wou bijna zeggen, we gaan hier een lange weekendvlog van maken. Maar dat doen we toch niet. Want deze gaat even ingepland worden op een andere dag. Wat is dit allemaal? Hier zit nog water in. Wow, dit dempt behoorlijk, dit geluid. Kijk dan hoe dik dit is. Oh, moet je naar boven kijken. Dit zijn echt megabomen. Zo, kijk, 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 kijk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En misschien zijn het er wel meer. Wacht even. Nee, het zijn er waarschijnlijk 6 stuks bij elkaar. Dit is echt een behoorlijke joekel die hier staat. Kijk even naar boven. En kijk hoe klein dat wordt eigenlijk. Wacht even, is dat nou 1 of zijn dat nou meer? Het is waarschijnlijk 1. Nee, het is in elkaar gevlochten volgens mij. Heel apart hoe dit eruit ziet. Kijk even hier. En hoe die zich splits helemaal. Dit ziet er echt heel spectaculair uit. Dit kom je ook niet elke dag tegen in het bos. En je raadt het al, als je een paar meter verder bent, dan kom je het gewoon tegen in het bos. Kijk dit dan. Hier heb je een kleinere versie daarvan. En je ziet het hier. Aan die kuilen hier. Dit ziet er wel spectaculair uit. Deze dingen hier. Alleen wat is dit? Kijk, het lijkt wel of we hier bij een oud pad terechtgekomen zijn. Moet je dit zien?
Kijk dan naar die krater daar. Oké, we gaan even verder naar beneden lopen. Dit is ook wel super gaaf. Wow, moet je dit zien? Hoe dit gegroeid is. En helemaal in het blad staat het. Ik denk als je hier met een hele harde onweersbui onder staat, zou ik natuurlijk niet doen, maar wel met een regenbui, dat je hier behoorlijk droog staat. Oh, wacht, kijk. De kids hebben al hutten proberen te bouwen. Zoals, oh, nee. Nou hoop ik dat ik een voor-het-camera-beeld heb. Net niet. Oh, hij vliegt net weg. Als hij nou helemaal ingefocust was en helemaal scherp, dan hadden we een best wel mooie vogelvideo gehad. Dit ziet er ook wel spectaculair uit. Kijk eventjes die kleine takken die ze naartoe gesleept hebben en dan die grote door elkaar heen. Dit ziet er echt wel mooi uit. Maar goed, geniet even van deze paar seconden en we gaan weer verder, want daar is de zandvlakte. Dit is echt super gaaf hoe dit eruit ziet. En er is helemaal niemand. Kijk eens, het is door de regen helemaal weggespoeld. Moet je dit zien? Al deze dingen. Maar stel je voor, als het keihard aan het regenen is en jij zit daar helemaal beneden met je watervatje. Dan word je helemaal overspoeld. Kijk eens even wat voor uitzicht we hebben. Dit ziet er echt super mooi uit. Hoger als een kerk. Maar nu, wat zien we nog meer? Ach, kijk, de zandheuvel. Waar de leger Chinook op is geland voor oefening. Maar nu, dit is ook een heel interessant bos om te gaan verkennen. Maar hoe hard moet het hier wel niet geregend hebben? Dit is echt behoorlijk gegaan. Wacht, we lopen even naar beneden toe. Oeh, wacht even. Allemaal stenen. Jos, allemaal stenen, maar hier zijn echt allemaal stenen. Je weet al van die huisbaas. Kijk dit dan. Wauw, dit ziet er echt gaaf uit. Kijk, en ik zei het je toch, als het geregend heeft, dan liggen de stenen aan de bovenkant. En dat is maar een paar dagen en dan is er gewoon weer zand. Ik ga eventjes dit verkennen. Dit is wel super gaaf. Ah, kijk, en ook hier heb je die struiken waar die pitten allemaal aan zitten. Die groeien ook hier. Die kom je best wel vaak tegen. Kijk, hier heb je die capsules weer. Dit zijn ze. En ik kan het jullie laten zien. Waarschijnlijk zitten hier ook pitten in. Bij deze. Even kijken of ik hem los kan maken. Hij is los. Ja, daarbinnen zitten de pitten. Kijk. Ik weet niet of het op beeld een beetje te zien is. Dat zijn ze. Ah, wacht. Dit is volgens mij, ja, dit is die plek. Ik heb hier toen met een metaaldetector gezocht en toen heb ik, moet ik even kijken, toen was ik daar aan het zoeken. En toen heb ik ergens hier in deze ronding, sloeg de metaaldetector uit. En toen kwam er een blikje waar je doorheen kon kijken met een metalen deksel erop.